En we zijn inmiddels aangekomen, Piet en ik, op de derde locatie, Stal Chardon, waar we nog een tweetal stamboekmerries gaan keuren. We beginnen met nummer 1, Neeltje VRL, een 8-jarige stamboekmerrie van Wiemer, uit een Jaspermoeder. Fokker is de familie Merks uit Son en Breugel. Eigenaar is Jacinda Pijper met Slabier. We arrived at the third location of today and we inspect two stadboekmares here. We start with number 1, Neeltje VRL, 8-year-old stadboekmare. The height at Widders is 166. De stokmaat is 166. Dan hierbij het resultaat van catalogus nummer 1, Neeltje VRL. Merry die een vriendelijke uitstraling heeft. De halsrichting is wat horizontaal. Ze zou ook iets dikker behang kunnen hebben. De lengte is voldoende. Merry die een goede bovenlijn heeft en een mooie kruisligging. Merry die wat hol is in het voorbeen. Wel voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig, voldoende door het lichaam, zou iets meer buiging in de sprong mogen laten zien. In de draf zouden we graag iets meer geslotenheid willen zien, iets meer gedragenheid, iets meer ruggebruik. Deze merrie krijgt een derde premie. Then the result in English of number 1, Neeltje VRL, 8-year-old studboekmare. The racial type is sufficient. We would like to see the direction of the neck more vertical. The conformation, she has a strong top line and also a good shape of the croup. The leg work, she is a bit back in the knees. The quality of the legs is sufficient. The walk has regularity and it has length.
sufficient use of the body, but we would see some more bending in the hocks. And then the trot in the end, the trot is sufficient. She could have more carrying power and could use the back a bit more. She deserves a third premium today. Voor de verandering, we zijn elke keer getrakteerd op heel mooi vogeltjesgeluid. Maar we hebben nu voor de afwisseling gekozen voor kwakende kikkers. Jelmer die heeft een kikkerfokkerij erbij, zegt mijn collega Piet. We gaan verder met catalogus nummer 2. Tevens het laatste paard van vandaag. Boukje van de Boijemaheerd, een 4-jarige stamboekmerrie. Van Bartelen uit een aanmoeder. De stokmaat is 1,65. We go further with number 2. Boukje van de Boijemaheerd, 4-year-old studboekmer. Sired by Bartelen. Hate at Widders is 165. De uitslag van nummer 2, Boukje van de Boijemaheerd. Fokker-eigenaar familie Klaver te Lutje Gast, dat was ik net vergeten te vermelden. Een zeer rassige merrie met edelhoofd, veel behang. Sterk gebouwde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Mooie schouderpartij. De merrie heeft correct beenwerk, voldoende droog. De stap is actief en takmatig. In draf laat ze een goed achterbeen gebruik zien. Ze mag het voorbeen iets meer uitleggen. Een blije optreden. Het is mooi om deze keuring vandaag te besluiten met een stermerrie met een tweede premie. Number 2, Boukje van de Boijemaheerd. Een studboekmare with a nice racial type. She has a correct conformation. The quality of the legs is good. And also the conformation of the legs is good. The walk is active and regular. In trot she shows a good use of the hind leg. She could place her foreleg more forward. She becomes star with a second premium. Dan zijn we nu ook
aan het einde gekomen van een keuringsdag. Ik wil mijn collega Piet heel erg bedanken voor de plezierige samenwerking. Jij hetzelfde. ook hier Stalsje Don bedankt. Het waren maar twee paarden, maar de baan ligt er hier prima bij. Heel fijn samengewerkt met onze cameraman Adriaan. Ik vind dat je het super vastlegt allemaal. En fijn dat iedereen mee kan kijken. Ik wil nog even heel kort stilstaan bij mijn eigen situatie. Ik ben heel blij dat ik na anderhalf jaar weer in de baan mag staan. Daar ben ik dankbaar voor. En ik heb vorig jaar toen ik behandeld werd heel veel steun uit de Friese paardenwereld mogen ontvangen. Daarvoor nog een keer dank. Ook de berichtjes vandaag, super. Dank jullie wel. We gaan verder met de locatiekeuringen. Er wordt nu een inventarisatieronde gedaan onder trainingstallen en het stamboek zal jullie zo spoedig mogelijk laten weten wanneer de eerstvolgende keuring op locatie is. Voor nu bedankt en graag tot de volgende keer.